Goedemorgen, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Ik ben even een tijdje afwezig geweest. Ik heb 3 weken niet gevlogd. Er kwam een herfstvakantie tussendoor, waarin ik eigenlijk nooit vlog, want ik vlog natuurlijk alleen op school. En ik had de weken voor de herfstvakantie waren gewoon heel druk. We hadden de kinderboekenweek gehad en de afsluiting. En daar moest ik ook een filmpje voor maken. En het was veel werk. Het lukte me niet om ook nog een vlog te editen. Maar ik ben weer terug en ik ga nu weer gewoon wekelijks vloggen. Vandaag is het donderdag 3 november alweer. En wij zitten midden in het thema Giga Herfst. Ik heb zojuist een heleboel leuke kleurplaten gekopieerd voor de kinderen. En die gingen per ongeluk op A3. Maar eigenlijk is dat wel leuk. Kijk. Ik heb ze gevonden bij Juf Bijtje. Het zijn allemaal verschillende kleurplaten. Die mogen ze doen als ze klaar zijn. Want we hebben deze week heb ik tussen CITO's afgenomen bij de kinderen. Dus ze hebben heel hard en heel stil moeten werken. Dus dan vind ik ook altijd wel leuk als ze daarna nog iets leuks mogen doen. Ja, gewoon even een beetje ontspanning. Vandaag hebben we lekker geen CITO op het programma. Ik ga een herhalingsles geven van rekenen. Dat was nodig. En een close reading les over het maken van appelmoes. Deze heb ik gevonden op de close reading Facebookpagina. En volgens mij heeft Jeroen van der Brink hem gemaakt. Dus bedankt Jeroen. Alle credits naar jou. Vandaag doe ik sessie 1 en misschien ook al sessie 2 als ik eraan toe kom. Het is een recept. En volgende week gaan we dan ook daadwerkelijk de appelmoes maken. Er staat nog meer leuks op het programma, want we zijn vol bezig met lessen over paddenstoelen. Hoe ze groeien, wat voor paddenstoelen er allemaal zijn, hoe zien ze eruit. Dus ik heb heel de koelkast vol met champignons en kastanje champignons en shiitakes. Shiitake, nou, maakt niet uit die. En oesterzwammen, dus we gaan vandaag met vergrootglasjes kijken hoe zien ze er nou uit. En ze maken ook hun tekening nog af over de paddels. Nou, we hebben echt wel een druk dagje, maar een leuke dag. Ik neem jullie vandaag gezellig weer een dagje mee. Het is nu 8:10. En dan zijn er bij ons al kinderen op school. Sommige kinderen die moeten extra oefenen met lezen. We doen ook na schooltijd veel begeleiding, bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding. En we hebben een taalatelier. En dat pakken onze onderwijsassistenten op. En Wendy die doet daar ook heel veel mee. Zodat ze extra oefenen en dan niet tijdens schooltijd, maar net ervoor. Ik ga het wel even filmen. We spelen even lekker buiten en we zitten natuurlijk helemaal vol van de paddenstoelen, want daar hebben we het al 2-3 weken over. En hier op het schoolplein stonden maandag ook heel veel paddenstoelen, die zijn nu wel een beetje weg. En, maar er zit er nog eentje aan een houten boomstam. Sorry, ik was even afgeleid. Er gebeurde van alles. Er zit nog een paddenstoel aan een houten boomstam. Ik zal hem eens laten zien. Hij is heel mooi. En zometeen gaan we ook champignonnetjes kweken in de klas. En vanmiddag gaan we champignonnetjes ontleden en kijken hoe het er allemaal uitziet. Waar bestaat het allemaal uit? Kinderen vinden het heel leuk. Ja, want een recept is eigenlijk een soort van beschrijving hoe je iets maakt. Van wat is dit een recept? Wie weet dat? Isa? Van appelmoes, hè? Het staat hier boven. Dus als jij wil weten hoe je appelmoes maakt, dan moet je eigenlijk gewoon volgen wat er staat. En weet je wat zo moeilijk is aan een recept? Soms dan lees je een zin niet. Sla je bijvoorbeeld over. Dat is lastig bij een recept. Want misschien stond er wel net, schil de appel en snijd hem in stukjes. Als je dat vergeet en je doet de hele appel in de pan, dan gaat het mis. Dan kan je hem niet pureren of
op het eind. Dus bij een recept is het heel belangrijk dat je goed leest en dat je geen zinnen overslaat. Het is ook belangrijk dat je weet wat er staat. Dus als er een moeilijke woorden in staan en je weet niet wat dat moeilijke woord betekent, moet je dat eventjes opzoeken of vragen aan papa of aan mama of aan mij in dit geval. Want dan kan je het even, dan kan je het uitgelegd krijgen. Sarah. Ja, volgende week gaan we echt dit recept uitvoeren. Dus dan moet je goed lezen, anders dan verpest heel de appelmoes. Want moet iedereen zijn eigen maken? We gaan in groepjes appelmoes maken. Nou, daar was niet heel veel tijd meer voor begrijpend lezen. We zijn nu even lekker weer buiten aan het spelen, want we hebben eigenlijk de hele ochtend er al op zitten. Ik wilde jullie nog vertellen over wat wij buiten wel eens doen. Wij hebben het Dordts leerprogramma hier in Dordrecht. En wij krijgen sportlessen van Dordtsport. En dat doen ze ook tussen de middag. Dus er is nu iemand van Dordtsport. En elke keer krijgen ze een nieuwe sport aangeboden. En vandaag is dat kickboksen. En laat ik dat nou juist heel erg leuk vinden, want ik zit er natuurlijk zelf ook op. Ik zal er zo een stukje van filmen, want Mick die wil wel in beeld. En dat is heel leuk. Ze hebben ook al een keer rugby gedaan. En zo doen ze van... Ze maken eigenlijk kennis met allerlei soorten sporten. Ja, hoor. Pioe, pioe, pioe. Helemaal blij.
Die vind ik mooi. Zo moet je het zelf ook doen, hè? Niet te snel tevreden zijn met je werk, maar echt super deluxe netjes schrijven. Ik heb hier een bak. En als je een boek kijkt, dan zit er in deze bak... Schimmel. Ja, wie zei dat? Schimmel. Waarom schimmel? Wie weet dat? Want we hebben het net in het filmpje ook gezien. Zodat ze beter kunnen groeien. Ja. Ja, hoe weet jij het allemaal? Je hebt goed opgelet. Heel goed. Die schimmel is nodig voor de paddenstoel om te groeien. En een paddenstoel is eigenlijk ook een schimmelsoort, hè? Dat hoort eigenlijk bij één en dezelfde noemer. Dus we hebben deze bak in 4 dagen in een warme temperatuur. Dus weet je zoals het in de klas is? Dat is een lekkere temperatuur voor schimmels om lekker te gaan groeien. Dat is gelukt. Al het witte wat je ziet is schimmel. Dat is leuk. Want we gaan de champignonnetjes zelf maken. Hè? En dan kunnen we straks alvast kijken, want Goedrie is dus een week verder dan wij. Hoe dat er dan al uitziet bij Goedrie. Maar we kijken bij ons ook hoe dat straks zich gaat ontwikkelen. Hoe groeit nou eigenlijk de paddenstoel? Want ik heb het hier op het bord al wel een beetje laten zien. Zo ontstaat. Dus we gaan echt van een kleine... Ja, dit is een steeltje van de paddenstoel. En pas helemaal daar begint de hoed zich te ontwikkelen. Hier kan je zien hoe het allemaal heet. Het onderste stukje van een paddenstoel, dat heet de beurs. Een wattes? De beurs. Zie je dat hier? En dan hebben we hier de steel. En sommige paddenstoelen hebben ook zo'n ring hier. Niet allemaal. Aan de onderkant van de paddenstoel zitten plaatjes. Sporen. En dan heb je de bovenkant van de paddenstoel. En dat noemen ze een hoed. Ik heb champignons, citaatje, kastanje champignons en oesterzwammen. Dat zijn de verschillende paddenstoelen. Haartjes door de aarde komen. Dat zouden we willen. Hier al. De haren door de aarde komen. En daar gaan uiteindelijk de champignons uit geformeerd. Yo, kinderen zijn naar huis. Het was een hele leuke middag, maar ze waren er wel erg druk van. Wat vaak zo is als je iets leuks gaat doen natuurlijk. Dus dat had ik ook wel een beetje berekend. Ondertussen zit ik lekker bananenbrood te eten, want Marianne was jarig en Marianne is de CITO aan het nakijken. Het zijn de tussen-CITO's. Die tellen niet officieel mee, maar dan kan ik wel goed kijken of ik ondertussen voldoe aan de doelen. Dat ze die in ieder geval hebben behaald, tot nu toe. En waar ik nog extra aan kan werken met ze. CITO's zijn eigenlijk meer voor mij. Ouders krijgen ook, kunnen wel inzicht krijgen in de resultaten. Met name als ik nog zie dat er kinderen uitvallen. Maar dat zijn we nu aan het doen. Ik ga ze invoeren in de computer. En ik word zo ook nog gebeld. Ik heb nog een belafspraak over een kind. En dan ga ik alles afronden hier. Alles ook opruimen, want het lijkt hier wel een bos. Er liggen gewoon padden te groeien tegenwoordig. Paddenstoelen hier uit de grond, blijkbaar. Zo, de bordsessie hebben we ook al gehad en ik heb alle CITO's ingevoerd en nagekeken en Marianne heeft ze zelfs allemaal al geanalyseerd, dus dat is heel fijn. Dus ik ga nu naar huis, ik ben eigenlijk nog niet klaar.
Maar ik wil het ook niet te laat maken. Ik neem mijn laptop mee naar huis. En volgende week hang ik de paddenstoelen wel op. Dus dat komt ook wel goed. Ja, ik ga er een eind aan breien. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. En graag tot de volgende vlog. Doei doei!